Kijk, zo is het ook. De wereld is een zonde gevallen. Ze dus moet het licht aandoen. Die andere. Maar dat betekent niet alleen dat er alleen maar verdriet en ellende is. Wat? Dus kijk, we kunnen de Heer zien in de natuur. Er is, hij brengt een boodschap van hoop en troost. Zelfs de distels bloeien en de doren zijn bedekt met de dode rozen. Maar God is liefde. Dat is het eerste waar we aan denken. En niet ellende, wat we net gezien hebben van oorlogen en ziektes en COVID-19. Dus God heeft alles in de hand. Maar God is ook rechtvaardig. Juist. En dan gaan we kijken hoe rechtvaardig hij is. Kijk, Psalm 19 vers 1 staat: de hemelen vertellen over Gods grote eer. En de wijde luchten spreken over zijn schepping, zijn scheppingswerk. En vers 5, toch spreekt de hele schepping over God. Die taal hoort men over de hele wereld. Dus de schepping spreekt over dat er een God bestaat. En goed, al zijn er veel ziektes onder de mensen of wat dan ook, met die schepping bestaan. En door de leer van de evolutie is er eigenlijk een aanval gekomen op de Bijbel. En op de schepper van hemel en aarde. De evolutie door Charles Darwin en het leven getrokken in eind van 1899 tot en met 1844. Maar die is ondertussen helemaal ontkracht. Ja. Men is nu bezig om te bedenken dat wij gezaaid zijn door wezens van andere planeten, oftewel aliens. Ja. Maar de evolutie is een leer dat zegt dat de aarde dus ontstaan is door hele vele eeuwen lang. De ene, zeg maar, het heeft een systeem en dat duurt heel wat jaren voordat deze aarde tot de plaat is gekomen met de schepping. Bijvoorbeeld, maar ze spreken nooit over een datum. Maar de Heere God vraagt om eer. Hij vraagt om zijn eer. En hij heeft de aarde geschapen en hij wil hebben dat mensen dat verkondigen. En dus aan de meeste leerlingen op scholen wordt dus ook de evolutietheorie geleerd. En wanneer dus een evolutietheorie gelooft... Wat God het belangrijkste vindt op het prediken, is het feit dat hij zijn zoon heeft gestuurd om ons te redden van onze zonden en onder de vloek waar u het van heeft, want het is van Adam en Eva 5.500 jaar zo duren, om ons daar vandaan te krijgen. Ja. En het is een geluk door op Calvary te sterven van het kruis, zijn bloed, onschuldig bloed, te vergieten, omdat zijn vader hem dat had gevraagd. Ja. En daaruit zal na deze ellende, een 1000 jaar krijgen, waar geen ziektes en geen criminaliteit, et cetera, zal zijn. Dus het is heel belangrijk dat we beseffen dat we heel kort in een gevangenis zitten, in een soort van bidimensionale realiteit, dat in principe een holografische gebeurtenis is. Maar mag ik mijn... Hij heeft die laatste. Maar daarom is zo ontkracht als wat, dat is gewoon totaal geen... Klopt, maar voor veel mensen niet. Oh. Veel mensen geloven nog in Darwin. Echt, sorry. Snap je? Dus dat kan ik niet beschouwen. Kijk, de eerste tekst in de Bijbel begint dan ook dat God de schepper is. Kijk, we laten de Bijbel spreken. Hè? En in het begin heeft God de hemel en de aarde gemaakt. Dat staat in Genesis 1, vers 1. Kijk, en dan heb je het als dat wij God de eer moeten geven dat hij de wereld heeft geschapen. En het is niet voor niets dat God in het laatste boek van de Openbaring ons oproept om hem te eren. Het laatste boek van de Bijbel, hè. Openbaring 14, vers 6 zegt: en ik zag een ander engel in de midden van de hemel. En hij had een eeuwig evangelie om te verkondigen voor degenen die op de aarde wonen en alle volken, stammen en taalgroepen. En dat evangelie is inderdaad wat Jezus is gekruisigd voor ons en dat wij daardoor een ander leven kunnen krijgen. En dan zegt het hier: heb ontzag voor God. Eer hem, want de uren van zijn oordeel is gekomen. God zal de mensen allemaal oordelen. Aanbid hem die de hemel en de aarde heeft gemaakt en de zee en de waterbronnen heeft gemaakt. Hier wordt dus iedereen aan herinnerd dat God de schepper is van hemel en aarde. En dat geen evolutietheorie of wat dan ook aan te pas komt. Dus God is de schepper van hemel en aarde. Maar veel mensen, die geven God niet de eer. Of ze weten het niet, of ze ontkennen hem. En ons is het de taak dat wij dus de mensen moeten waarschuwen om hem te aanbidden. Want hij is de schepper van hemel en aarde. Precies zozeer dat wij hem moeten aanbidden. Hij heeft ons geschapen om een familiaire relatie op te bouwen. Hij aanbidt ons ook.
Wij zijn zijn kinderen en hij wil alleen die relatie uitbouwen. Ja. En we zijn nu nog in een driedimensionale wereld. Wij worden veel meer dimensies. Zijn omnipotentie en zo, omniscience en zo. Maar ik lees de Bijbel. Ja, ik vertel alleen maar uit de Bijbel. De Bijbel zegt, aanbid hem. Wie? Hier. Wie? De Bijbel zegt, aan God. Jezus Christus. De enige manier om bij God te komen is via Jezus Christus, want dat is een offer. En dat is het belangrijkste gebod van God, is dat de enige manier om bij God te komen, is via Jezus Christus. Dat gaan ze met de nieuwe wereldorde, gaan ze dat veranderen, door te zeggen dat je, net zoals de moslims zeggen, kom bij God, maar als je daden uit je leven, meer goede daden meer wegen als je slecht hebt. Dat is een pure lariekoek. Het gaat, het belangrijkste is dat je datgene wat God heeft gedaan voor ons, dat je dat beseft in je hart, in je geest en in je leven, dat je het uitdraagt met je mond en dat je het vertelt tegen zoveel mogelijk mensen. Maar dat komt allemaal. Als je mij de tijd geeft, dan komt het allemaal. Sorry. Ja, want anders loop je vooruit en hij is dat op te nemen. Het komt op YouTube. In het begin schiep God de hemel en de aarde. En God schiep de aarde en hemel. En scheppen betekent niets iets maken. Wij mensen kunnen dat niet en dus daarom kunnen wij God alleen de eer geven. Wij kunnen geen schepping doen. Wij kunnen God alleen de eer geven dat hij dat gemaakt heeft. Hij heeft ook ons gemaakt. En het is erg belangrijk dat wij dat beseffen. En hoe kunnen wij het mysterie van de schepping begrijpen? Dat is alleen door geloof. Door geloof. En wat is geloof? Iets wat je niet ziet en toch kan geloven. Hebreeën 11 vers 10 zegt dat. Het is de absolute zekerheid dat onze hoop ook werkelijkheid wordt. En het is het bewijs van dingen die wij niet kunnen zien. Dus dingen die wij niet kunnen zien, is dat het bewijs. Hè? En dat hopen wij ook. Wij hopen dat God met ons is. En wij geloven ook in zijn verlossing. En hier zien we dus mensen hier die geloofd hebben, zoals Henoch, die 300 jaar met God heeft gewandeld, staat in de Bijbel. En zo'n relatie heeft opgebouwd met hem, dat God hem heeft opgenomen naar de hemel toe. Wij zien hier ook een Abel, die geloofde in het offeren, het lam van Jezus Christus. Abel die gelooft in het lam van Jezus Christus. En dat is geloof voor nodig, terwijl zijn broer Kain niet geloofde in het zonoffer, en het lam. Dus het is erg belangrijk dat wij dat zien en begrijpen wat geloof is, deze mensen. En Henoch vertrouwde zo op de Heere God, die had zo'n relatie, en daarom stierf hij niet. Maar werd door God weggenomen, staat in Hebreeën 11 vers 1. Omdat Abel ook op God vertrouwde, had zijn offer meer waarde dan dat van Kain. Door zijn offer aan te nemen, zei God dat Abel voor hem rechtvaardig was. Dus de relatie die de Heer kent, zoals Abel aan Kain, dan zegt God, ik reken jou rechtvaardig toe. En dat is heel belangrijk, dat God ons ook als rechtvaardig aanneemt, hè, door geloof. En zijn woord en in zijn kennen van hem. Kijk, maar als iemand niet gelooft, dan kan God ook niet tevreden over hem zijn. Want wie tot God komt, moet geloven dat hij echt bestaat en beloont die hem zoeken. Dus daarom moet je ook ernstig naar de Heer zoeken. Noach vertrouwde op God. Toen God hem dus voor de toekomst waarschuwde, geloofde Noach hem. Wel niets op hem wees dat er een grote overstroming zou komen. Er was toen nog geen regen. En toch heeft God gezegd, er zal een regen komen en een grote overstroming. Want de zonden van de mensen zijn zo erg geworden dat God eigenlijk de hele wereld wil vernietigen. En met 8 mensen, Noach en zijn familie, ging hij verder. En je ziet hier dat een grote overstroming zou komen en dat de mensen in het begin even onder de indruk waren, omdat de Heilige Geest op hun harten werkte, dat er een ramp zou komen. Maar na die 150 jaar bespotten ze Noach en had de Heilige Geest zich teruggetrokken. En zo werd bijna de hele wereld eigenlijk vernietigd. Maar 8 waren rechtvaardig, Noach en zijn familie. En als je dit ziet, God zei tegen hem, bouw een ark om zijn gezin te redden. En zijn vertrouwen in God strak dus eigenlijk een schril contrast af tegen de zonde en het ongeloof van de rest van de wereld. Door dat vertrouwen werd hij dus één van hen, hè, en die voor God rechtvaardig zijn. Alles hangt van vertrouwen naar de Heere God af. Geloof is dus noodzakelijk willen wij het geestelijk begrijpen.
Het is erg begrijpelijk dat wij dat echt noodzakelijk moeten hebben, willen wij het echt geestelijk begrijpen. Geloven is dat wij de Heer met ons in een relatie kan hebben en dat Hij ons wil redden. Hier zie je dus de ark van Noach. Kijk, Hij heeft ons gered door Jezus Christus en door in Jezus Christus te geloven en het geloof uit te dragen, ben je gered. Ja. En blijf je gered. En dat is wat Johannes 3:16 zegt. Dat is waar. Maar die brief... Goed. Ja, ik moet wel niet van me apropos worden gebracht, dus sorry. Want we hebben het over de val van Satan in de hemel. Dat is het onderwerp. Maar de Bijbel zegt duidelijk dat wij geloof moeten hebben. Anders kunnen wij dingen verwerpen van de Bijbel, of we kunnen het aannemen. En dat is wat ik hierbij bedoelde. En van Noach, dus dat in de loop der tijd dus de mensen slechter werden en gewelddadiger zoals nu. En Jezus heeft ook gezegd dat en wanneer ik het gauw wederkom, dan zullen de mensen zijn als in de dagen van Sodom en Gomorra en van Noach. En dat zien we dus nu ook komen. Hè. En ik heb besloten dus de mensen dus uit te roeien en dat hebben we verteld. En God ging verder met 8 rechtvaardigen. Hoe begon de zonde? Dat is eigenlijk de les, want dat is ook het thema. Waar is de zonde begonnen? Hè? Zal zonde altijd blijven bestaan? Zullen altijd slechte mensen zijn? Zal altijd een ziekte en oorlog zijn? Hoe weten wij dat er een duivel is? Hè? Bestaat hij echt? Bestaat de Satan echt? Nee. In onze wereld zien we de zonde in elke vorm om ons heen. Hè? We zien mensen, we lezen de krant, we slaan de krant open. We zien allerlei vormen van criminaliteit en diefstal en wat dan ook. Onrecht. Nou, Gods woord maakt ons duidelijk dat er een meesterbrein actief is. Die wij niet kunnen waarnemen. Een meesterbrein. Hij zit achter haat en ruzies en criminaliteit. Oorlog en elke mogelijke vorm van zonde. Dat zegt de Bijbel. Het woord van God leert ons dat deze intelligentie, die we niet kunnen zien, niemand anders is dan de duivel. Er is een intelligentie waar de mensen niet van gewaar is. Het Nieuwe Testament noemt de duivel op 34 plaatsen. En noemt Satan op 37 plaatsen. Iedereen dus die in de Bijbel gelooft, zou in de duivel moeten geloven dat hij bestaat. Want veel mensen zeggen, oh duivel, die zien hem dus als een wezen. Zoals als met bokkenpoten en horentjes op. Nou, dat ziet de duivel graag, dat de mensen dat geloven. Maar de duivel is een intelligentie. En die leert ons ook eigenlijk in feite heel veel verkeerde dingen en wat tegen de Bijbel is. Maar wat de Bijbel ons leert is dat wij rekening moeten houden met de Satan en de duivel. Ja, zeg maar. Mag ik wat vragen? Ja. Wat is het verschil tussen de duivel en de Satan? Want ik dacht het was dezelfde. Is hetzelfde. Oh, okay. Alleen heeft hij een andere naam. Okay. De verleider. Maar hij heeft heel veel namen, de duivel. Hij noemt de draak, de... Lucifer. Hij was een engel van het licht. Maar dat is een weer andere studie. Nee, oké, maar dan kan ik blijven volgen. We hebben over Lucifer. Omdat hij Lucifer in de hemel zo heette. Ja. En later, toen hij dus mensen ging misleiden, maar ook in de hemel heeft hij een derde van de engel misleid. Maar daar gaan we het nou over hebben. Oké, dank u. Ja. Hij heeft verschillende namen. En dat heb ik hier ook staan. Kijk, Jezus zei, ik zag Satan als een bliksemschicht uit de hemel vallen. Lucas 10 vers 18. Hè? En hier zie je dat Jezus ziet dat de Satan uit de hemel is verjaagd. En hij zegt dat ook heel duidelijk in Lucas 10 vers 18. Hij heeft het hier over de Satan zelf. Hè? Zelfs de apostelen uit de Bijbel geloofden ook in een echte duivel. Die werkelijk bestaat. Er zijn 30 namen voor de duivel. Kijk eens, 30 namen in de Bijbel. Zoals Beelzebub, draak, slang, overste van deze wereld, zoals Jezus hem noemt, overste van deze wereld. En de apostel Johannes legt ons nog meer uit in details over de val van Satan uit de hemel. In Openbaring 17, vers, Openbaring 12, vers 7 en 9. En dan zie je hier dat er een hele oorlog was uitgebroken. Voordat deze aarde was. Zullen jullie die Bijbeltekst even erbij pakken? Ja, hier staat het, ja. Oh, je hebt het al daar geschreven? Ja. Okay. Ja, ik heb het uit het woord, dus iets makkelijker te begrijpen. Maar je mag de Bijbeltekst aflezen. Hier staat, toen brak er een hemel oorlog uit. Michael en zijn engelen vochten tegen de draak en zijn engelen. Dus
Wie zijn de engelen van Satan? Tegenwoordig nu. Demonen. De demonen. Aanvallige engelen. Aanvallige engelen. Er was oorlog in de hemel. Omdat ze het niet eens waren met elkaar. Hè? Hoewel de draak en zijn engelen terugzoeken, hadden zij geen schijn van kans. Zij werden uit de hemel weggejaagd. De grote draak, de oude slang, ook wel duivel of Satan genoemd, die alle mensen verleidt, is met zijn engelen op aarde gegooid. Dat is de tekst. Maar dan uit het woord, iets makkelijker te begrijpen. Hij is uit de hemel gegooid, in feite. Hè? Hier zie je een prachtig plaatje erover. Dat Jezus vanuit de hemel, de gevallen engelen, hier uit de hemel zet. Omdat ze niet meer passen in het hemelsysteem. Hè? Omdat er rebellie was in de hemel. En omdat er rebellie was in de hemel, was er oneenigheid in de hemel. En God kan geen oneenigheid dulden. En zo werd deze eenberde van de engelen, die werd op de aarde geworpen. En die zijn nou onder ons. Deze demonen, in feite, gevallen engelen. Heeft God de duivel geschapen? Dat is de vraag. Want alles wat God maakt is perfect. He? Daarom kan dus een goede God geen duivel scheppen. Goed en slecht hebben niets met elkaar gemeen. Toch lezen wij in de Bijbel dat Satan uit de hemel is gezet. Hoe kwam hij op aarde? Er is hij altijd een duivel geweest. He? Toch lezen we dat in de Bijbel. En als God iets maakt, en ook Satan is een schepsel, is Satan ook perfect. Perfect gemaakt. En er staat iets heel bijzonders over Satan in de Bijbel, dat hij een beschutte cherub is, een hele belangrijke engel. Was. Ja, was ja. En, duidelijk gezegd was. En dat hij eigenlijk in feite naast Christus was. Hij kwam direct onder Christus. Dat is een hele hoge positie voor een geschapen wezen. Daarom zegt Ezekiel 28 vers 12, die beschrijft dat allemaal. En Ezekiel 14 vers 15. Onder de symbolische naam van de koning van Tyrus wordt over deze machtige engel geschreven. Dat hij perfect was vanaf de dag dat hij geschapen was, staat erin. Satan was niet altijd een duivel. Maar was eens van de wijste en intelligentste engelen en mooiste engel. Maar nu is hij onze dodelijke vijand. De dodelijkste vijand voor de mens in feite. Eens perfect, met al zijn intelligentie en al zijn capaciteiten, probeert hij ons van God af te brengen. En dat is het werk van deze cherub. De Vader schiet door zijn Zoon, Jezus Christus, die alles geschapen heeft, dat staat in Hebreeën 1 en Colossenzen 2, alle hemelbewoners, ook Lucifer, heeft hij geschapen. De mooiste van allemaal. Omdat hij zo mooi was, werd hij trots. Omdat hij zo hoogmoedig was. Dat staat in Ezekiel 28 vers 17. En hij wou gelijk zijn met God. Lucifer stond naast de Zoon van God. En had dus een belangrijke positie in de hemel. Maar zelfzuchtige trots bracht hem ertoe om te rebelleren tegen de regering van God. Zelfzuchtige trots. Dat is het. En dat is het begin van de zonde. En deze karaktereigenschap van Satan, die zijn ook weerspiegeld in de mensen. Dat ze zelfzuchtig zijn, gierig zijn, trots zijn, hoogmoedig. Dat ze op hun eer gesteld zijn. Maar Christus en de regering in de hemel is tegenovergesteld. Nederig. Er staat in de Filippenzen dat Jezus zich heeft vernederd. En naar deze aarde heeft hij zijn afstand genomen van zijn troon om mens te worden en is vernederd. Dat is de andere karakter van de hemel. Hier staat ook wat er staat in de Bijbel van over Satan. Uw hart was vol wegens al uw schoonheid. Trots van al uw schoonheid. En u misbruikte uw wijsheid terwille van uw positie. Dus hij maakte misbruik van zijn positie en zijn intelligentie. Om andere engelen te verleiden. Maar ook wij mensen te verleiden. Er staat, u was volmaakt in alles wat u deed. Vanaf de dag dat u werd geschapen, tot het moment dat het kwaad in u werd aangetroffen.
Daarom verjaag ik u van de berg van God. Ik verbande u. Daarom heb ik u op aarde neergeworpen. Zie je? Dus wat je hier ziet is duidelijk dat, dat God dat niet verschrikkelijk vond dat iemand hoogmoedig werd en trots werd. En zo kan een christen of iemand die Christus beleidt onmogelijk ook diezelfde karaktertrekken hebben als wat Lucifer heeft. Hoogmoed en trots. Hij moet eerder nederig zijn. Want daarom zegt Jezus ook heel duidelijk van als iemand u slaat, keer u wang. En Jezus heeft op aarde een voorbeeld gegeven van nederigheid en van zich ontledigd heeft. En dat is het prachtigste wat de hemel ons kan geven, dat de Zoon van God zelf moest hier op aarde komen om een voorbeeld te zijn voor ons. En alles was hij een voorbeeld. En daarom moest God ook Satan eigenlijk en die eenderde van die engelen wegdoen uit de hemel. Want ze raakten los van de kracht van God. Hier, u bent uit de hemel gevallen. Morgenster wordt hij genoemd. Een engel is een ster. Eigenlijk een feit, dat zegt de Bijbel. Maar hij wordt de morgenster genoemd. U bent op de aarde neergeveld. Terwijl u vele volken op aarde overwon. Want u zei bij uzelf, ik zal gelijk zijn aan de Allerhoogste. Hoe kan iemand die geschapen is zich gelijkstellen met de Allerhoogste? Met de schepper. Dus dat is een verschrikkelijke trots en hoogmoed. Ja. En dat zie je ook in het karakter van de mensen. Dat ze hoogmoedig zijn en trots zijn. En dat karakter eigenlijk van de Satan hebben overgenomen. En ze willen met God gelijkstaan. En dat is iets heel verschrikkelijks. Dat is de eerste zonde die in de hemel heeft plaatsgevonden. Hoogmoed en trots. De eerste en de ergste. Ja. Hoe erg is het dat zonde in de hemel is begonnen? Hoe erg? Ja, het conflict tussen Jezus en Satan begon in de hemel. Dus zolang de hemelse wezens liefde voor elkaar over hadden, was er geen oneenigheid. Het conflict was haat tegenover liefde. Trots tegenover nederigheid. Zelfzucht en zelfopoffering of oorlog tegenover vrede. Dat was het conflict. Voor de schepping. Ja, dat was in de hemel. He, dus dat zie je. Opoffering of oorlog tegenover vrede. Want Satan wil zich gelijkstellen met God. En er kunnen geen twee kapiteins op één schip zijn. En al helemaal niet iemand die geschapen is, zich gelijkstellen met zijn schepper. Daar is het conflict begonnen. Waarom vernietigt God niet Satan meteen? In feite, he? Waarom? In het begin was er geen zonde. He? Alles wat God geschapen heeft, was perfect. Ook Satan, Lucifer, de mond toen. Toen Satan God begon te beschuldigen van onrecht tegenover de engelen, en wordt echt God te beschuldigen van onrecht tegenover engelen, werd een derde van alle engelen misleid door Satan en gingen met Satan mee in rebellie. Want wat zei Lucifer tegen die engelen van die derde? Hij zegt, wist je wel dat God een wet heeft in de hemel? Hij heeft een wet en als je daar niet aan houdt, dan pas je niet in het systeem. Maar de engelen wisten van niets. Ze wisten niet wat zonde was. De engelen die wisten ook niet van die wet. Maar ze dienden God uit liefde. Alles wat God deed, was uit liefde. En als liefde in de hemel is, dan heb je ook geen overtreding van de wet. Dat zegt Jezus ook. Als de liefde er is, overtreed je Gods wet niet. Maar er is een wet in de hemel en zegt Satan van, als je die wet overtreedt, dan pas je niet in de hemel, want de wet is eigenlijk het karakter van God. Zijn liefde, zijn goedheid, dat is die wet, dat staat in de wet opgesloten. En dan zie je hier dat en de staart van de draak, Satan is die draak, hè, trok een derde deel van de sterren, engelen, van de hemel. Openbaring 1 vers 2 en 3, of 12 vers 3, sorry. En de grote draak, dat is Satan, hè, een ander naam voor Satan. De oude slang is ook een oude naam van Satan, zoals de slang van Adam en Eva, hè? Ofwel de duivel of Satan genoemd, die alle mensen ter wereld verleidt, is met zijn engelen op aarde gegooid. Dat staat in Openbaring 12 vers 9. Dus wat is Satan? Een verleider. Hij probeert ons te misleiden en te verleiden op verschillende tactieken. Hè? Het zij over de Bijbel,
dat de mensen de Bijbel verkeerd uitleggen of niet begrijpen. Het zij dat hij mensen verleidt tot zonde. Dus Satan is een deceiver, in het Engels een grote verleider. Hoe kunnen wij hem weerstaan? Wij kunnen Satan niet weerstaan, want het is een intelligente wezen, een superintelligente wezen, die hier nog bestaat op aarde en probeert om zoveel mensen te verleiden. Wij kunnen Satan niet weerstaan, zoals ik het begrijp, is het omdat onze natuur, onze menselijke natuur, aan hem onderworpen is. Klopt? Klopt. Juist. Sorry, kun je dat herhalen? Ik was het nog eens. Ja, dus de reden waarom wij geen weerstand kunnen bieden vanuit onszelf aan Satan, dat is omdat onze menselijke natuur onderworpen is aan Satan, die de vorst is van deze wereld. Maar dat komt de volgende keer, die les. Dus dat is toch goed. Maar wat Danny zegt is waar. Wij zijn slaven van Satan. Onze natuur heeft de neiging om te doen wat Satan wil. Ja, we willen vooruit. Ja. Maar wij kunnen hem overwinnen door gebed. Ja. God, en willen kunnen wij. Niet alleen, maar met God kunnen we dat zeggen. Juist, dat is het doen. Alleen zijn we. Dat is een sleutel. Gebed is een sleutel. Ja. Okay. Door gebed en ons de overgave aan de Heer en een relatie hebben. Ja. Want Jezus zal ons doen bewaren, voor een onrust doet staan voor de zonde. En er staat in Judas, de allerlaatste tekst, dat Jezus bij mogelijk is om ons te bewaren tegen de zonde en verleidingen van Satan. Dat is duidelijk wat daar staat in de Bijbel. Maar dan moeten wij die relatie met Jezus hebben. Dat is heel belangrijk. Ja. Kijk, vanaf nu werd dus Satan verleider genoemd. Engelen waren nog nooit met leugens geconfronteerd. Iedereen was eerlijk in de hemel. Iedereen had wat van elkaar over. En ze zouden nooit elkaar bedriegen of een leugen geven. Dat was liefde. Uit liefde deden ze niet naar elkaar. Dus het was makkelijk te geloven dat een engel de waarheid zou zeggen. En dat was Lucifer, die niet de waarheid zei, want hij begon te zondigen tegen God. Hè? Dus zo'n hoge positie had hij misbruik van gemaakt. Hè? En veel engelen kregen dus de leugen van hem, en het bedrog was helemaal niet bekend. Dus daarom trappen de mensen, of de engelen in, als eerste. Weet je wel, door bedrog. De duivel beschuldigde God van de wetten die niet nodig waren. Dat heb ik net gezegd. Omdat engelen toch niet begrepen wat zonde is, waren deze wetten niet nodig. God kon niet de eerste zondaar vernietigen, zodat hij kon laten zien hoe verschrikkelijk de gevolgen waren van de zonde. Dus Satan kreeg de tijd om te wijzen of hij gelijk heeft. Want Satan heeft God op de beschuldiging geplaatst van: als je een wet van God overtreedt, dan is er geen plaats voor jou in de hemel. En we kunnen de wet niet houden. En dat is wat veel mensen ook zeggen van allerlei geloven: we kunnen de wet niet houden van God. En God zegt: je kunt wel de wet houden. En hij heeft daar het bewijs voor dat Jezus Christus, zijn zoon, op deze aarde zonder zonde heeft geleefd. Zonder zonde heeft geleefd, want in hem was geen zonde. En Jezus heeft de menselijke natuur aangenomen en heeft de strijd aangegaan met Satan. Ook, en toen hij pas gedoopt was, is hij de strijd direct aangegaan door de Heilige Geest geleid in de woestijn. Ja? Maar dat heb ik mensen wel eens horen zeggen van: Jezus heeft dat kunnen doen, want hij was Jezus. Ja. Hij was God. En ik heb me daar zelf ook een beetje bij stilgestaan afgevraagd, maar toen ben ik tot de conclusie gekomen dat Christus als mens zijnde, 100% mens, 100% God, naar deze aarde is gekomen, de kracht gebruikte om zondeloos te leven. Mm-hmm. Die kracht wat wij ook tot onze beschikking hebben. Juist. De Heilige Geest. Juist. Precies. En dat heeft Jezus bewezen. Er was geen zonde op deze aarde. Of hij zondigt niet op deze aarde, Jezus zelf. Hè? En dat is. En daarom was er een strijd tussen Heer God en Satan. Die is nu nog gaande. Ja. Er is een strijd. Hè? En God laat dat toe. Om te zien
of Satan wel werkelijk beloofd heeft wat hij zegt. Zie je? En wat zijn de gevolgen? Een wereld van chaos, misdaad, moord, doodslag. Dat is zijn wereld. Terwijl hij tegen de engel had gezegd, als je voor mij kiest en niet die wet houdt, dan is het democratisch rijk, iedereen mag kiezen wat hij wil. En daar had de engel oren naar. Dus, dan heeft God gezegd, als je van mijn wet afwijkt, dan wijk je ook van mijn kracht af. En Satan was een beschutte sjerif in de hemel. Hij was onder de stenen bekleed. Hij was zo mooi en zo trots, maar hij leefde van de stralen van God. De stralen schenen op die stenen. En daardoor werd hij hoogmoedig. Maar de kracht was van God. En uiteindelijk, toen Satan weg moest, verloor hij alle kracht en werd hij zwak. En de engelen begonnen met elkaar voor het eerst ruzie te maken. Er was oneenigheid in één keer. En Satan raakte in paniek. Zijn rijk van democratie en vrijheid. Iedereen zei wat en iedereen maakte ruzie en iedereen was het oneens. Er was geen liefde en eenheid meer in de hemel. Maar God liet het allemaal toe. De eerste zondaar, Lucifer, had hij direct kunnen vernietigen. Maar wat zouden de andere engelen allemaal hebben gezegd? Dan zouden ze gezegd hebben van, hé, God is een dictator. Dat is waar, wat Satan gezegd heeft. En nou, in zijn liefde laat God alles toe. En hij kan zien, zodat de mensen overtuigd werden van, Satan, je hebt ongelijk. En bij het kruis van Jezus Christus, hebben alle engelen en hemelse wezens gekozen voor Jezus. Dat hebben ze sowieso. Maar dan hebben ze toen een besluit genomen met Satan. Je bent nooit meer en nooit meer welkom in de hemel. Want je hebt de zoon des mensen. God zelf heb jij gekruist. Toen Jezus daar aan het lijden was, leden de hele hemel mee. God de Vader ook. En toen keken ze naar Jezus toe. En ze hadden zo'n medelijden met hem. Maar Jezus moest sterven voor ons als zondaar. Maar dat is een ander verhaal. Maar het oordeel was toen geveld over Satan. Er was geen uitsluiting meer. Hier zie je dan een keer dat Johannes 8 vers 44. Wat zei Jezus toen van de duivel tegen de Joden? Hij zegt, u bent kinderen van de duivel en doet met plezier wat hij wil. Hij is al sinds het begin een moordenaar en heeft altijd buiten de waarheid gestaan. Want de waarheid is in hem vreemd. Hij kan alleen maar liegen. De duivel is de vader der leugen. Hij is de bron van leugen. Dat is de duivel. En hij misleidt de mensen. Hij verleidt de mensen. Hij is een kampioen en een leugenspraak. Maar in Jezus is waarheid. God heeft bewezen dat Satan een bedrieger was. Maar hij moet laten zien dat hij een leugenaar en dief is. Daarom krijgt hij de tijd daarvoor. Als hij de kans krijgt om zelfs zijn schepper te doden, Jezus Christus aan de kruis. Dus hij kreeg zelf de kans om God zelf te doden aan de kruis. Zodat de hele schepping kon zien van, kijk, dat zijn jouw werken. Als wij voor jou gekozen hadden, dat als die andere collega's, die andere eenderde van de engelen, dan zaten we in die wereld van jou van chaos. Zo die wezens die hebben zoveel spijt, die demonen, dat ze de hemel hebben verlaten en geluisterd hebben naar Satan. En ze zien eigenlijk nu een wereld van rotzooi. Wij mensen zijn de dupe. Dood, verderf en allerlei ellende. En het ergste was dat Jezus gekruisigd werd die niets gedaan had. Dat zijn de werken van de Satan. Als het universum straks vrij is van de zonde, moet het eerst gezien hebben wat het heeft teweeg gebracht, die zonde. Dat is het universum vrij. Dus dat bloot moet het hebben. Groot en wonderlijk zijn uw werken, gij Almachtige. God van rechtvaardig en waarachtig zijn uw wegen, gij Koning der Heiligen. Openbaring 15 vers 3. Kijk, dat zijn de mensen die gered zijn, die het openbaring dit zeggen. Hij zegt gewoon van uw wegen, u bent rechtvaardig. Dat is wat ze zeggen. Ja. Deze tekst, dat gaat over op het moment dat het einde van de wereld is. Juist. Ja. Dat iedereen erkent ja. dat God groot en wonderlijk is en dat hij goed ja. is en dat hij liefde is. Ja.
Kijk, en dan is het voorbij. Dan heeft God zijn recht gekregen. Snap je? Dan kan God zeggen van, hey, ik heb een groep van mensen. Die hebben mij kant gekozen. Heel democratisch. Ik heb een groep van mensen die zeggen, ik ben rechtvaardig. Terwijl Satan, God heeft beschuldigd in de hemel van onrechtvaardigheid. Dus dat is de bedoeling van deze les eigenlijk in feite. Ja. Goed. Wie zou voor u geen gezag ontzag hebben, staat er in de Bijbel. Hè? Wie zou u niet ereren om wie u bent, zeggen die mensen. Alle volken zullen komen en u aanbidden, omdat nu duidelijk is geworden dat u recht doet. In Openbaring 16 vers 4. Nu is duidelijk geworden dat God recht doet. Maar hij moet deze periode van zonde, van ellende in de wereld, moet hij toestaan. Totdat er mensen zijn die dit kunnen zeggen en met hem straks in de hemel voor eeuwig kunnen wonen. En dat is het doel. God is liefde. Hij wil niet dat deze mensen eigenlijk van ons, dat wij allemaal dood zullen gaan. En ja, dat hij, wij ons moeten uitroeien. Wij hebben een keuze. Wij kunnen kiezen of voor God of voor niet voor God. En wij zijn vrij. Ook Satan is vrij. Ook de engelen in de hemel zijn vrij om God te dienen. Dus je hebt duidelijk gezien dat 1/3 van de engelen hebben gekozen voor Lucifer. Dat is hun vrije wil. Ze zijn wel misleid, maar ze zijn vrij. Maar er bestaat geen plaats tussenin. Ik kan niet een beetje Satan en een beetje God. Dat bestaat niet. Dat kan niet. Je moet echt voor God kiezen of je kiest voor Lucifer. Mm-hmm. En uiteindelijk zeg je deze mensen, wat hier staat van, het is nu duidelijk dat u recht doet. U bent rechtvaardig, in Openbaring 16 vers 4. Kijk eens wat ze nog meer zeggen. In naam van Jezus zal iedereen in de hemel en op aarde en onder de aarde zijn knieën buigen. Dat staat in Filippenzen 2 vers 9 ook. Hè? En openlijk erkennen tot eer van God de Vader dat Jezus Christus de Heer is. Zonde zal niet meer bestaan, want ze heeft geen excuus. Want zonde kan niet meer bestaan. En dit is echt een mooie les dat zowel Satan, al de gevallen engelen, alle zondaars, alle mensen die niks van God willen weten, zullen knielen en erkennen dat er een God is in de hemel. Of ze nog gered zijn of niet. Mensen die God hebben afgewezen in hun leven en niks willen horen ervan, ze zullen knielen op hun knieën en ze zullen erkennen wat hier staat, hè, dat God de Vader bestaat en dat zijn plannen van Jezus Christus om ons te redden rechtvaardige plannen waren, eerlijke plannen waren. En dan zal de zonde mee afgedaan zijn. Maar dan is het toch al te laat, of niet, als er maar de tijd voorbij is. Ja, dat klopt. Maar hier, God is dus laatste dia, en we kunnen erover praten. God is vastbesloten dat wanneer de zonde is vernietigd, ook iedereen, zowel in de hemel als op aarde, begrijpt wat zonde is. Het heeft het leven van Gods zoon gekost. Daarvoor moest Jezus sterven. Wanneer dus de duivel en zijn werken zijn vernietigd, dan zal zonde nooit meer de kop opsteken. Nooit meer. Maar het heeft wel het leven van Gods zoon gekost. En dat is waar wij eigenlijk over moeten nadenken. Hè? Dat Jezus eigenlijk voor onze zonde is gestorven. Dus als wij niet willen ophouden met zondigen, dan beledigen we God en Jezus heeft voor niets geleden. Dus dat is de kern van zonde. De volgende keer zullen we hebben over hoe Lucifer de mensen heeft verleid tot zonde. Dat is een heel belangrijk thema. Zijn hier nog vragen over? Want we hebben dus de introductie hier gehad. Heeft iemand hier vragen? Begrijp je dit zoiets? Nee? Kijk, alles draait om zonde. In veel kerken wordt gesproken over de genade van Jezus. Er is genade en daardoor worden wij gered. Dat is ook zo. Maar ze begrijpen niet dat die genade van Jezus, die een zonderloos leven heeft geleid, ons ook de kracht geeft om van de zonde af te komen. Dat is de genade. Wij worden nooit in zonde gered. Wij komen nooit, een zondaar zal nooit in de hemel komen.
tenzij hij die zonde op Jezus legt. Wanneer de zonde van die persoon overgebracht wordt naar Jezus, zoals het lam, zie het lam God, zegt Johannes de Doper, die de zonde van de wereld wegneemt, op hem wordt overgedragen, dan is dat genade. Dus wij hebben een kracht van God gekregen om tegen die zonde te vechten en te overwinnen. De Bijbel spreekt over overwinnaars, in Openbaring 3. De overwinnaars zullen met hem op de troon zitten. Maar we kunnen niet winnen van Satan, tenzij wij die relatie met Jezus hebben en de ene overwinning over de andere zonde hebben behaald in de kracht van de Heer. En het werkt namelijk zo. Wanneer we voor Jezus kiezen en we beseffen dat wij een grote zondaar zijn. Sommige mensen zijn vreselijke zondaars geweest, moordenaars geweest, dieven en noem maar op, alles slechts. En Jezus zegt duidelijk, hij zegt, al zijn jouw zonden zo rood als scharlaken, ik maak ze zo wit als witte sneeuw. Maar hij zegt ook, kan een moorman zijn huid veranderen? Kan een luierpaard zijn vlekken veranderen? Kan niet. Dus uit onszelf kunnen wij niet veranderen. Wij moeten een beroep doen op de kracht van de Heer Jezus. En om ons van die zonde te doen bevrijden. En daarvoor is hij gestorven. Als wij ervaring maken met de Heer Jezus. En wij willen de wereld waar wij nou in leven niet meegaan. Wij willen afscheid nemen van de wereld. In die zin van dat wij niet met zondaars verder willen gaan. En niet willen mee omgaan. Dan is dat een groot offer van ons, voor ons, om niet met zondaars om te gaan. We moeten dan afscheiden. En toch zegt Jezus, scheid je af van de wereld. Want deze wereld, met al zijn zonden, is vijandschap tegen God. Hoe kunnen wij ons dan afscheiden van deze wereld? Offer. Door het offer van Jezus aan te nemen. En dan gaat de Heilige Geest in ons hart werken. En het verlangen naar de wereldse genuchten, zeg maar. Het verlangen naar wat de wereld ons biedt, dat neemt hij van ons langzaam af. Dat is genade. Dat is bevrijding van zonde. Dan voelen we dat de Heilige Geest een levendmakend wezen is die ons eigenlijk werkt aan ons en ons overtuigt van de zonde. Johannes 16, vers 13 zegt dat ook, dat de Heilige Geest overtuigt ons van zonde. En dit moet in ons leven gestalte hebben. En dan kunnen we zeggen, uit genade worden wij gered. Maar als wij de zonde niet zien, dus als wij verkeerde dingen doen, en denken van, God vergeeft dat nou? Dan zijn we verkeerd bezig. God vergeeft zeker. Maar er staat in de Bijbel, dat hij de zonde uiteindelijk wil uitdelgen. Uitdelgen is heel wat anders dan vergeven. Petrus zegt dat toen, in de Handelingenbrief, vers 3, hij zegt, bekeert u, dus heb een ander leven, opdat uw zonden worden uitgedelgd. Uitdelgen van zonde is dat je het niet meer doet en niet meer kan doen en niet meer verlangt om te doen. En dat is de strijd die God jou geeft. En dat is de genade. En wanneer je door de Heilige Geest aangeraakt wordt en je wilt je leven verbeteren, dan geeft de Heilige Geest jou de leiding in jouw leven. En de Heilige Geest zegt van, wat je nou doet, is zo wereldsgezind, dat past niet in het wereldrijk van de hemel van God zelf. Wij kunnen ons niet vereenzelvigen met de mensen in de wereld. Wat zijn de wereldse geneugden? Waar de mensen in de wereld plezier van hebben? Dat is de wereld liefhebben. En God zegt, de wereld moet je niet liefhebben, want het is vijandschap tegen mij. En hoe uit God dit zich. Wanneer wij meegaan met de dronkaard, zoals Jezus zegt, en met de mensen die hem bespotten, met hun amusementswereld, dat past niet in de hemel. Want de hemel is een heel andere wereld. En wanneer wij voor de wereld kiezen, dan kiezen wij tegen God. Maar als wij voor God kiezen, dan brengt het een offer voor ons. En dat offer voor ons, dat is niks anders dan wat Jezus zegt, neem mijn last op u en mijn last is licht. Dus wij moeten ons afscheiden van de wereld en niet met de wereld meegaan.
en dat is een offer voor ons, maar daartegenovergesteld krijgen we wel de vrede van Jezus Christus in ons hart. Dat is veel meer waar, die vrede van de Heer Jezus Christus. Wanneer wij die in ons leven hebben, de vrede van de Heer Jezus Christus, dan kunnen we dat ook getuigen naar andere mensen toe. Dan zegt Jezus woont in mijn hart. Jezus heeft mij veranderd. Jezus heeft mij van mij veranderd. Ik was vroeger een dief. Ik was een slecht persoon. Ik bedroog iedereen. Maar nu heeft Jezus van mij een heel ander mens gemaakt. Een blij. Ja, een blij mens. En niet alleen een blij mens. Maar hij heeft mij ook veranderd van die slechte gewoontes. Ja. En dan spreken we over de genade. Dan spreken we pas over de genade. In de kerk wordt er veel makkelijker over gedacht. Ja. Ja. In heel veel kerken wordt er makkelijk over gedacht, over die genade. Je bent toch wel geraakt, je bent gedoopt, je bent, ja, is het eerste makkelijk. Maar dan begint de strijd. Dan begint het pas. Dan begint het, ja. Ja. Dus om dus de zonde te overwinnen, ja, hebben we Gods Heilige Geest nodig. Ja. De kracht van God. Nou ben ik vroeger ben ik naar kerk geweest. Die zeiden, om de Heilige Geest te krijgen, moet je daarom vragen, want de Bijbel zegt, vragen en het zal je gegeven worden, dat is waar. Hè? Je moet erom vragen. En dan wordt er echt geclaimd, als het ware, van we willen de Heilige Geest. En, ja. En oké, okay, dat is goed, we mogen vragen aan de Heer. Maar dan was ik laatst erachter gekomen dat er een voorwaarde is om de Heilige Geest te ontvangen. En dat staat in Handelingen 5, vers 32. Ja. Daar staat de Heilige Geest die God gegeven heeft aan hen die hem gehoorzaam zijn. Juist. Ja. Handelingen 5, vers 32. Oh, yeah. Handelingen? Ik wil het even kort opschrijven als Act. Hand. Punt. Maar dat is ook logisch, dan kan de Heilige Geest ook in zo'n hart vestigen. Dubbelpunt. Ja. Als hij erover staat, je hart, als hij erover staat. Ja. Klopt. Ja. Kijk, dat is een andere boodschap voor de Heilige Geest. Gehoorzaam zijn aan de Heer God. Als wij niet gehoorzaam zijn aan de Heere God, dan erkennen wij hem niet als vader, als leider. En dat moeten wij hier bewijzen op aarde, om gehoorzaam te zijn aan de Heer. En als wij, God zegt, ongehoorzaam mijn geboden, mijn 10 geboden. Als we even hard doorgaan met liegen en stelen, onze ouders beledigen, of begeren van andermans spullen. Of moorden, of haat hebben naar andere mensen, dan gehoorzamen we niet aan Gods wet. En de Heilige Geest zorgt ervoor dat wij die wet kunnen gehoorzamen, omdat hij ons overtuigt van de zonde. Er is een stem in het geweten dat tot je spreekt en zegt van, dit wat je dan doet en daarvoor kiest is verkeerd. En daar moeten we naar luisteren. Er zijn mensen bij die daarmee spelen met de Heilige Geest. En daarbij krijg je dus dat de Heilige Geest zich langzaam terugtrok. En zo was het met het volk van Israël ook het geval. Dat ze dan weer afvielen van de Heer en dat er weer een profeet moest komen om hun weer terecht te wijzen naar de Heer God zelf. En de weg te wijzen naar de Heer God. En als je dus iedere keer die stem weigert, dan trekt de Geest zich terug. En daar bestaat ook een gevaar dat de Heilige Geest zich voorgoed terugtrekt. En dat is de zonde tegen de Heilige Geest. Dat is het grote gevaar. Jezus zegt, daar kan geen vergiffenis voor komen. Daar is geen offer voor. Als je zondigt tegen de Heilige Geest. Wanneer de Heilige Geest jou overtuigt van iets, en je kiest toch je eigen wil, dan ben je precies zoals Satan in de hemel, die ook zijn eigen wil kiest. En tegen de Heere God wordt. En daar is dus geen vergiffenis voor nodig. En daarom kan Satan ook niet meer terug naar de hemel. Maar hebben wij mensen nog de kans om terug te komen naar de hemel? Door naar die stem van de Heilige Geest te luisteren en wat jij zegt. Dat is gehoorzaam zijn. Veel kerken, ja? Mag ik nog iets toevoegen? Hoe kunnen wij ons aan Gods geboden houden? Ja. Jezus zegt in Johannes 14 vers 15, hij zegt, als u mij lief hebt, houdt u aan mij geboden. Dat herhaalt hij vervolgens nog eens in 21. En daarna nog een keer. Dus als wij God lief hebben, ja, dan kunnen wij ons aan zijn geboden houden. Mm-hmm. Dus waar Satan op gesteld is,
is het karakter van God verkeerd voorstellen. Juist. Zodat wij in principe God niet kunnen liefhebben. Ja. Dus heel belangrijk is dat wij Gods karakter goed begrijpen. En zijn karakter is te vinden in de leerstellingen van de Bijbel. Ja. Wat Satan dus verdraait. Die leerstellingen verdraait hij om dus Gods karakter te verdraaien. Een van die dingen is bijvoorbeeld de leer over de hel die voor eeuwig zal branden, waar de zondaren die niet bekeerd zijn ook eeuwig zullen branden. Dat vertelt over een God die sadistisch is. Ja. Maar die God vinden wij niet in de Bijbel. Klopt. Wij lezen over een God die een einde wil maken aan de zonde. En dat gebeurt door het eeuwige vuur dat niet te blussen is en totdat het resultaat zeg maar opgebrand is. Ja. En een nieuwe aarde en een nieuwe hemel komt. Dus dat zal goed een einde komen aan de zonde. Klopt. Er komt dus een hele nieuwe aarde en een nieuwe hemel en dat is ook einde. Een nieuwe Jeruzalem, toch? Een nieuwe Jeruzalem. Ja. En de zaak is dat wij daarbij behoren. Want we hebben een kans. Zolang wij leven, is die genadeboodschap nog voor ons. Ja. Hoe gaan wij om met zonde? Hoe gaan wij om met gehoorzaam zijn tegen de Heere God? Dat is de vraag. Want wij hebben dezelfde keuze en de vrije wil als Lucifer en de engelen. Ja. Nu nog. En wanneer wij dus voor de Heer Jezus kiezen en hem willen gehoorzamen, en hij zegt ook al, maar wie mij lief heeft, onderhoudt mijn geboden. Maar de geboden, zoals Paulus dat ervaren in Romeinen 7, kon hij maar niet houden, want hij was een Jood en hij moest die wettische geboden onderhouden. Mm-hmm. Hij moest dus uit eigen kracht, mocht hij proberen om niet te stelen. Hij zegt ook duidelijk in Romeinen 7, het is goed dat ik de wet weet, want anders zou ik nooit over de begeerlijkheid hebben geweten. Want er staat in de wet, gij zult niet begeren. Maar, zegt hij, als ik dat weet, dan komt juist de kracht van de om te zondigen extra naar voren. Wie kan mij verlossen van die kracht die mij als men wil verleiden om Gods geboden te overtreden? En dan zegt hij, Jezus Christus, heiland alleen. Hoe? Sorry. Jezus Christus, de heiland alleen. Hij kan ons bevrijden van de zonde. Dat zegt Paulus in Romeinen 7. En Paulus was een fariseer. Hij wist alles van de Bijbel en van de schriften. En hij wist ook van de 10 geboden af. En hij was blij dat de 10 geboden waren. Maar hij zegt, toen ik wist van de wet, begon de zonde in mij te leven. Dus met andere woorden, hij had het over begeerlijkheid. Ik weet niet wat Paulus voor iets begeerde. Hè? Maar dat begon te leven in hem. Weet je wel? En het begon echt het verlangen te brengen om die zonde te doen van begeerlijkheid. En dan bad hij aan de Heer Jezus en hij zegt, u heeft de kracht om mij te bevrijden. En dan zie je in Romeinen 8 dat hij een heel ander leven leidt. Hij zegt, allen die door de Heilige Geest geleid worden, worden zonen en dochters God genoemd. Dat zijn mensen die ervaring hebben meegemaakt van bevrijding. Van je zonde bevrijd. Dat is het belangrijkste waar we eigenlijk over hebben. Wij moeten ervaring hebben dat de Heer ons de kracht geeft en dat wij de zonde haten. Dat heeft Paulus ook gezegd. En dat is de relatie weer met Jezus Christus. Kijk, wanneer wij over de genade spreken en over het kruis, dat is allemaal waar. Maar, wat betekent dat voor ons? Dat is eigenlijk echt het belangrijkste. Zijn er nog vragen hierover? Over de studie zelf? Over de val van Satan? Ja, over de val van Satan. Wat? Vraag over de val van Satan. Over de val van Satan, waarom Satan is gevallen. Het gaat over deze studie. De volgende keer hebben we over hoe Satan de mensen heeft verleid. En dat er toch mensen zijn die relatie met de Heer hebben en stand blijven houden. En die zijn tot eer van God. God zoekt mensen tot eer van Hem. Daarom zie je ook in het heel Oude Testament, voor de boeken van Mozes, heb je het boek Job geschreven. En het boek Job, dan lezen we in de Bijbel, Job was een rechtvaardig man. Ja. En Satan was op bezoek in de hemel. En een raadsvergadering van alle wezens daar, en zei God tegen Satan, kijk, ik heb een man gevonden
Niemand is zo rechtvaardig als Job. Juist, ja. Want Job had een relatie met de Heer. Hè? En op een gegeven moment zei Satan, ja, maar je hebt die man gezegend. Hij is behoorlijk rijk. En hij heeft geen ziekte en hij mankeert niks. Dat zijn de zegeningen van je. Als ik dat nou wegneem, dan moet ik eens kijken of hij nog wel trouw aan u bent. En op een gegeven moment zei de Heer staat dan, is God de Vader, zei tegen Satan, is goed. Neem alles maar wat hij heeft weg, dan komt niet aan zijn leven. Want dan is de discussie gesloten als Job sterft. Want jij zegt, Job zal mij niet trouw blijven. Waarom is hij op mij trouw? Omdat ik hem zegen. Ik heb hem een rijk man gemaakt. Ik heb hem een gezin gemaakt. Met kinderen die hij heel van houdt. En nauwelijks was Satan weg. Of Job kreeg tegenslagen. In de Bijbel lezen we dat iemand kwam een bericht van zijn kinderen zijn gestorven door de bliksem. Allemaal. Er zijn dieven gekomen die zijn vee hebben gestolen. Opeens had Job helemaal niks meer. Maar dan komt het op aan. Hij had wel de relatie van de Heer Jezus Christus. Terwijl hij in de diepe put zat. En zelfs dat zijn vrouw op een gegeven moment zegt. De Heer heeft jou verlaten. Verlaat de Heer. Want de Heer heeft jou toch verlaten. Was Job de Heer trouw. En dan zie je het hele boek Job. Dat er zelfs vrienden komen die hem van God proberen af te leiden. En op een dwaalspoor willen brengen. En dat hij ook schimmen zag. En dat hij builen had waar hij jeuk aan had. En met een scherp pot die wonden begon eigenlijk te krabben. Job vond dat zo vreselijk dat hij werd geplaagd, maar hij bleef de Heer trouw. En uiteindelijk, als het boek Job lezen, heeft de Heer hem helemaal in ere hersteld. Ja. En God, die het begin weet en het einde weet, wist dat Job trouw zou blijven. Amen. Hij is alles. Hij kent het begin van ons leven en hij kent het einde. En daarom kon God tegen Satan zeggen, kijk, daar is een man die mij trouw blijft. En Satan met zijn listen zegt van, als ik hem nou kwets, als ik hem nou pijn doe, als ik nou zijn hele gezin kapot maak, dan heeft hij zoveel verdriet dat hij u loslaat en u vergeet. Pak zijn geloof af. Ja. En uiteindelijk, ja, dat wordt hij doen. Maar Job was trouw aan de Heer God. En was niet voor niks dat hij een rechtvaardig man was. En dat is de relatie die wij moeten hebben, willen wij straks met de Heer Jezus in de hemel verenigd worden. Die relatie. En wij moeten dus echt begrijpen dat de zonde het leven van God zonde heeft verkost. Wij zien altijd de films van op de televisie, of misschien The Passion, dan zien we dat Jezus zo vreselijk wordt geslagen, dat hij tot bloedens toe het kruis moet dragen. Mensen vinden het vreselijk, en het was ook vreselijk. Maar waar is Jezus aan gestorven? Niet dat hij geslagen werd. Zonde. Gebroken hart. Een gebroken hart van de zonde. Ja. Van ons. Van ons ja, allemaal. Op zich genomen, ja. Zijn bloed, bloed is uit de aarde gekomen. Ja. En God kan niet tegen zonde. Nee. En daarom is het zie je het overleden. Ja. Ja. Dus op een gegeven moment moest God afscheid nemen van Jezus. En dat deed Jezus zoveel pijn, dat hij zegt, Vader, waarom hebt u mij verlaten? Ja. En op dat punt stierf Jezus aan een hartstilstand. Ja. Zeer voor duidelijkheid, Jezus stierf niet omdat hij gezondigd had, omdat hij zonde op zich had. Nee, ja. Hij stierf omdat hij de zonde van Gods volk op zich kreeg. Ja. Ja. Liefde voor ons. Ja. 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 Dat bedoelde ik eigenlijk ook, ja. Ik ben vervolgens anders. Ja. Maar hij voelde dus de zondelast van ons allemaal. En daar is hij aan gestorven. En daarom was hij eerder dood als de moordenaar aan het kruis, die twee moordenaars aan het kruis. En daarom moesten die soldaten hem doorsteken met een speer om te kijken of hij echt wel werkelijk dood was.
maar klopt het ook, zeg maar, op een gegeven moment toen hij al die zonden op zich roept, dat zeg maar, hij schreef het ook van vader, vader, wat ben je of zoiets. Ja. Dan klopt het dan dat de God dan ook van hem afgaat, zeg maar, dat hij die zonde niet kan verdragen. Ja, ja. Okay. Precies. En God ging van hem af. Mm-hmm. En dan moet je eens voorstellen hoe vreselijk dat is, want hij had een superrelatie met zijn vader. Mm-hmm. Dag en nacht was hij verbonden. Contact. Hij had contact met zijn vader, hij was dag en nacht verbonden in het gebed. Soms liep hij de hele avond niet. En dan kreeg hij kracht weer van de Heilige Geest voor, om de dag door te komen. En in één keer is dat weg. En zo is dat ook wanneer wij de Heer Jezus afwijzen, en we komen in oordeel, dan zullen wij diezelfde last voelen wat Jezus heeft gevoeld van de zonde. Een soort vreselijke depressie. Dat ervaren wij. Een vreselijke depressie dat wij weg zijn en helemaal af van zijn van God en helemaal alleen zijn. Dus die zondelast, wat wij zelf hebben veroorzaakt, die moeten wij dan zelf dragen. Omdat wij verzuimd hebben om die zonde over te dragen naar de Heer Jezus zelf. Ja? Iets fundamenteels, waar ik zelf, ik was al een tijdje christen in 2007, ik was al een paar jaar christen, maar ik liep lang met de vraag, waarom sterven mensen? Mm-hmm. En dat is me later pas duidelijk geworden. De Bijbel geeft daar een heel duidelijk antwoord op, in Ezekiel 18, vers 20. Ja. De mens die zondigt, die zal sterven. Mm-hmm. En waarom moet de mens die zondigt sterven, vroeg ik me af. Mm-hmm. Anders, als de mens die zondigt niet zou sterven, eigenlijk wat Satan mm-hmm. zei tegen de mens, je kunt zondigen, maar je zal niet sterven, je zal niet echt sterven. Mm-hmm. Terwijl God heeft duidelijk gezegd, als je ongehoorzaam bent, hè, als je van die verboden vrucht eet, dan zul je sterven. Mm-hmm. Maar Satan zegt, nee, je zal niet sterven als je zondigt. Dus God laat de zondaar sterven, anders krijg je eeuwig levende zondaar. Ja. En dat kan niet in de hemel, dat past niet in de hemel. Dat was een heel bevrijdend antwoord. Dat was ook een leugen van de Satan, hè? Van je zult niet sterven. Ja, dat is dus leugen van hem. Eigenlijk de eerste leugen. Leugt uit. Dat is eigenlijk de eerste leugen tegen de mens, wat we vandaag de dag nog steeds overal horen. Niet alleen buiten het christendom, maar zelfs binnen de christelijke kerken. Je ziel zal niet echt sterven, zegt hij. Hij mengt waarheid met de leugens, dat is het probleem. Ja. Je ziet ook vaak bij andere kerken van, je kan toch altijd tot de vader komen, maar je kan niet altijd zondigen, dat kan niet keer op keer. Zou je dan je hele leven gaan zondigen? Ja, dat kan niet. God is je moet ervan leren, ja. En ook bewust zijn van je zonde en proberen niet meer te doen. Ja, dat is nou het mooie. Wat ik zelf ervaar is, God is zo geduldig met ons. God is zo echt geduldig met ons, zo genadig. Want hij vraagt van ons, ik ben al heel lang, heb ik kennis van de Bijbel, van de waarheid. En toch val ik wel eens terug in mijn oude zonde, toch? En dan ervaar ik Gods geest die mij overtuigt van zonde, van dit is fout. En dat is voor mij een indicatie dat God nog steeds om mij geeft, dat hij nog steeds betrokken is. De geest mag je worden bewust. Ja. Ja. Maar er komt inderdaad een moment dat die genadetijd ophoudt. Ja, op, En daarom is het zo van zo'n groot belang dat wij nu wij nog de tijd hebben, nu dat wij nog leven, morgen kan het voorbij zijn, dadelijk kan het voorbij zijn, dat wij onze zonde aan de Heer overgeven. De Heer, neem het weg voor mij, ik kan het niet. En God is door uit dat God een wijsheid willen. Jacobus 1 vers 5, als jullie niet verder weten, ik heb ook heel veel problemen, God geeft een wijsheid. Ja, kunnen jullie allemaal lezen in Jacobus 1 vers 5, om God zal geven. Dus, ja. Maar wat ook een mis. Om juiste dingen te doen, soms moeten we een beslissing maken door of zo. Geef ons wijsheid of geef ons wijsheid te overwinnen. Geef ons geloof. Dat kunnen we allemaal vragen om God. Dus. We zijn niet alleen. Maar dat is ook vaak een misvatting in andere kerken van hoe weet dat Jezus heeft alle zonden van ons op zich genomen. Hè? Dus dan gaan die mensen ook soepel mee om, weet je wel. Maar het is niet de bedoeling dat we dan mogen blijven zondigen, omdat Jezus alle zonden op zich heeft genomen. Ja, heeft genomen, maar hij vraagt toch om overwinnen. Er zijn heel veel teksten met overwinnen. Moet hij maar die zonde moeten wij overwinnen. Die zonde moeten wij overwinnen. Ja, met Jezus. Ja. Met Jezus samen, ja. 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 Maar het is niet van dat je mag blijven zondigen. Dat is absoluut niet. Daarom moet je ook de kracht ervaren van de Heer. Ja, wijsheid.
Want ja. wij denken vaak dat wij ons best moeten doen om tegen de zonde te strijden. Maar Jezus zegt, zonder mij kun je niets doen. Ja, amen. En dat was ook de gelijkenis dat Jezus zei, hij was schapen aan het tellen met een stok. Maar er waren andere schapen, die sprongen over de muur, die wilden ook naar de koninkrijk van de hemel. En dat kan niet. Jezus is de deur. Wij komen door hem in de hemel. Dus dat betekent dat die verandering in ons moet plaatsvinden, soms onbewust, door Gods geest. Vroeger had je bepaalde verlangens, en dat doe je nou niet meer. Vroeger deed je slechte gewoontes, doe je niet meer. Hè? Vroeger keek je naar horrorfilms, doe je niet meer. Want dat is toch een heel andere wereld, een slechte wereld. Als Jezus naast je zou zitten, je zou niet met jou naar die horrorfilm kijken. Nee, zo moet je denken. Zo moet je alles wat je doet, moet je denken van, zou Jezus dat samen met mij ook doen als hij bij mij, ja. ons in het midden is? Ja. En op een gegeven moment heb je daar helemaal geen verlangen meer naar. En dan, dat is de ware bekering. Maar als je steeds maar strijdt van, oh ja, maar ik wil zo graag naar die horrorfilm kijken, nou dat mag niet. Maar voorbeeld. Bid ervoor. Het verlangen moet weg zijn. Dat moet helemaal weg zijn. Ja. Wat ik vrij over hebben is dat, we hebben al een beetje over behandeld, over dat God pioniers heeft, zoals Henoch, die relatie met de Heer had. En uiteindelijk zo'n relatie had met de Heer dat God hem wegnam. Levend wegnam. Uit deze wereld. En hij is dan een bewoner van de hemel. Hoe kan dat? Dat God iemand zomaar iemand levend wegneemt. Naar zijn hemel kijkt. En naar zijn hemel toe en bij hem is. Dan zou je toch zo'n binding moeten hebben gehad met de Heer God. Dat je eigenlijk in feite welkom bent in de hemel. En je hebt dus ook al de zonden overwonnen. Dat zijn allemaal punten die dat ook behandeld worden. Ik denk dus dat we duidelijk een hoofdstuk uit de Bijbel pakken, zoals nu. Hè, de val van Satan in de hemel. En dat we die behandelen. En steeds verder komen. En dan wordt het duidelijk wat de wil van Satan is. En wat de wil van God is. En wij moeten kiezen daartussenin. Is het belangrijk te gewaarschuwd worden ook, hè? Ja. Is het belangrijk te gewaarschuwd worden, wat zegt de Bijbel, wat gaat er gebeuren, wat gaat er komen? Dat en dat wordt een hele dag of niet verteld. Ja, wij hebben een hele waarschuwingsboodschap uit de Bijbel. En kun je dit wel begrijpen? Van? Ja, dat is wel duidelijk. Duidelijk, hè? En Kevin ook? Ja. Ja, ook wel, hè? Ja. Goed, dan... Volgende keer, hoe gaat hij met de dingen, die had het niet bieden. Ik haal de knieën als je bid. Lieve Heer Jezus, wij danken u voor deze studie, wat is gebeurd in de hemel. We weten, Heer, dat uw eer op het spel staat en wat staat aan de beschuldiger is. Hij beschuldigt u van onrecht, maar u bent liefde en u houdt van ons. U wilt ons redden. U zegt in de Bijbel, ik heb geen... behagen in de mensen die verloren gaan. Daarom hebben we deze boodschap hier in elkaar gezet. En ik dank u voor de woorden die u mij gegeven hebt. En dat we de volgende keer over het thema mogen spreken, over de zondeval van Adam en Eva en de mensen die u trouw zijn in leven. En steeds de mensen die u steeds roept. U roept de mensen. Daarom vragen wij ook, Heren, of u ons wil roepen. Om de laatste waarschuwingsboodschap te brengen van het evangelie over de hele wereld. Dat vragen we u en met dankzegging en met vergiffenis van onze zonden en verkeerdheden. Dat vragen we in Jezus' naam. Amen. Amen.